ik heb vandaag een unboxing voor jullie en niet zomaar een unboxing. Het is een unboxing die ik ook misschien wat leuks vind om te doen. En dat is die van de nieuwe producten van Essence en Catrice. Het is best wel een zware doos. Ze wijzigen 2 keer per jaar hun assortiment. En dit is een van die 2 keren. De eerste keer dit jaar. Het eerste wat ik zie is een klein zakje. En ik heb net al heel even gespiekt. En dit zijn de Essence Cinderella producten. Er komt een Cinderella collectie voor de nieuwe Cinderella film van Disney. En dus daardoor helemaal op geïnspireerd. En dit is echt zo mooi, want dit is de highlighter met roosjes. Prachtig. Dus dit is limited edition. Er zitten ook nog 2 lipglossjes. En een setje nagelstickers. Dan heb ik 3 van deze tasjes. In de eerste zitten een aantal hele interessante producten. Wat ik niet helemaal snap, is dat er dit setje in zit. En dit is de How to Make Brows Wow. En deze ken ik al. Die heb ik al gereviewd. Misschien dat hij nu in het gewone schap komt. Want er is nu een 3e schap bijgekomen. Maar misschien dat hij dan in het 1e en 2e schap terechtkomt. Ik denk het. Want ja, hij bestaat al. Ik was hier zelf geen fan van. Ik vind het geen fijn palet, helaas. Maar dit ziet er heel mooi uit. Dit is de Sun Club 2-in-1 Bronzing Powder in nummer 10 Sunshine. Met een heel erg mooi patroon. Lijkt wel op de blushes die ze vorig jaar gelanceerd hebben. Ben ik erg benieuwd naar wat voor effect die gaat geven. Dan heb ik nog een wenkbrauwproduct. Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. In nummer 01 Blondie Brows. En dan heb ik 2 nieuwe kwasten. En ik zag al op de Essence Instagram dat ze nieuwe kwasten hadden. En ik zei al gelijk van, oh, die moeten naar Nederland komen. En er waren al kwasten. Maar deze hebben echt een apart printje. Dus ik vraag me af of die kwasten dan ook een makeover krijgen. En met dat printje. Goed, dit is een hele grote sponsapplicator. En dit is de powder brush. Ik vind hiervan de uitstraling echt heel erg mooi. Leuk. De Anti-Spot Mousse Makeup van de Pure Skin Line. Dit is een mousse foundation. Dit is echt een van de eerste soorten foundations die ik heel veel jaar terug ben gaan gebruiken. Mousse foundation. Dan heb ik een I Love Nude oogschaduw. Dit is een nieuwe lijn oogschaduws. Dit is de keur nummer 01 Vanilla Sugar. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaan uitpakken. Quick and Easy Sponge Nail Caring Oil with Amandel Oil. Oh, ik dacht even dat dit zo'n make-up remover potje was. Maar dit is dus als je voor verzorging. Dus dan doe je hier je nagel in. En dan komt er... Oh, het ruikt ook lekker. Ja, met almond oil, met amandelolie. Oké. Oh, ik heb nog een nieuwe oogschaduw. Dit is Coffee Bean Donkerbruine. Oh, shit. Oh... En dan heb ik een aantal nagellakjes. Essence New Effect Polish in Latex Mat. Latex Mat. I Love Trends in de Pastels Collection. En nog eentje uit de Pastels Collection. Satin Matte Topcoat. En Pastel Ombre Topcoat. Nog een tasje van Essence. Hier zitten ook weer nagellakjes in, dus die ga ik even mee verder. Nou, deze kennen we allemaal wel. Dat zijn de Color & Go nagellakjes. Heb ik eentje met een parelmoerglans. En een in een mooie, een beetje minty. Ja, een hele mooie apart groene kleur met een glans. Deze vind ik ook mooi. Een mooi apart roze-rood kleurtje. Nog eentje uit de Nudes lijn. En nog eentje uit de Nudes lijn. En dan heb ik ook de Essence Gel Nail Polish Top Coat. En een Base Coat. Ja, want dat is inderdaad ook een ding. Ze zeggen nu dat ze gel nagellak hebben. Sally Hansen heeft dat bijvoorbeeld ook. En dat is gewoon nagellak. Dus je hebt geen lamp nodig. Maar dan kun je toch... Dan moet het toch het effect heel goed zijn. Aan de andere kant zitten een aantal make-up producten. Dit vind ik echt super fijne mascara. Dit is de waterproof versie. Maar de gewone versie vond ik al heel erg fijn. De Essence Lash Princess. Dit is... Waterproof? Oh, ik zie nu nergens staan dat die waterproof is. Wat gek, want ik ken deze al. False Lash Effect Mascara. Ik vond deze in ieder geval heel fijn. Ik dacht dat het een waterproof versie is, maar ik denk dat het gewoon een andere variant er dan van is. Een nieuwe lipgloss. Nog een nieuwe lipgloss. Easy to use. Eyeliner pen. Oh, ik ben altijd... Eyeliner is toch altijd zoiets ingewikkeld, dus ik ben heel benieuwd... Hoe deze eyeliner gaat bevallen. En dan zie ik nog 2 lipsticks. Ja, ik was ook erg benieuwd naar de nieuwe lipsticklijn. Het is een nieuwe lipsticklijn, maar ook met dit soort tinten. Dit is Faux van MAC. Ik heb hier nummer 3, Come Naturally. En nummer 01, Wearing Only a Smile.
Hier wil ik sowieso meer lipsticks van kopen, zodat ik die goed kan reviewen. Oh ja, de mode-oogschouwen zijn ook helemaal veranderd. En dit is dus één uit de nieuwe lijn. Hazel Me Not. Ik ben heel benieuwd. Ik vond die mono-oogschouwen altijd echt verschrikkelijk. Dus of ze nu echt beter zijn geworden. En de Silky Touch Blush. Dit is Summer Dreaming. Ik vind dat wel echt heel erg leuk, die nieuwe producten. Want je hebt dan de persfoto's gezien om ze nu in het echt te zien. En dan zit ik gelijk na te denken van, oh ja, wat was er nog meer? En nou goed, ik heb heel erg zin om het weer allemaal lekker te gaan reviewen. Dan een tasje van Catrice. Oh, kijk. Ik pak gelijk even uit wat ik het meest benieuwd naar was. Dat is dit oogschaduwpalet, Absolute Rose. Dit is uit de Absolute lijn. En ze hebben hier al meerdere paletjes in die heel succesvol zijn. Ik vond de laatste toevoeging niet zo. Maar ik ben echt heel benieuwd naar dit beetje rosé-gouden oogschaduwpalet. Zoeva heeft nu ook zoiets uitgebracht. Ik ben benieuwd hoe Catrice dit gaat doen. Ik vind in ieder geval de koperkleurige bedrukking al heel erg mooi. Een nieuwe mascara. Jet Lash Speed Volume Mascara in Ultra Black. De Ultra Stay Gel & Shine Base Coat. En ik zie hier de topcoat. Ja, mooie chic verpakking ook. De nagellakjes hebben een nieuw krasje. Staat hier op de dop. Dat is mijn heel leuke A Gallon of Melon. Even kijken of ik al iets anders zie aan het kwastje. Volgens mij is het kwastje nu iets ronder. Ben benieuwd. En dan heb ik een lipstick. Ja, een nieuwe soort lipstick. Rude Rose Propose. Luminous Lips. Een beetje een faux kleur volgens mij. Ik ben echt heel erg benieuwd naar al die kleuren lipstick. En dit is de Prime & Fine Eyeshadow Base. Oh, die vind ik, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik gebruik natuurlijk al jaren mijn Essence oogschaduwbasis, maar die is nu echt wel een beetje aan het uitdrogen. Maar ik heb hem ook echt al zo lang. En ik was aan het kijken van misschien iets nieuws wat ik kan gaan proberen. En dit ziet er echt wel, ziet er vet mooi uit. Oh, je moet draaien. Net zoals de Essence. Oké, met een sponsapplicator. Dan heb ik aan de andere kant heb ik twee mono-oogschaduws. Twee nieuwe kleuren mono-oogschaduw. Lila Bamba en My Merment. Ik vind die naam ook altijd zo leuk. En dan heb ik nog twee potloodjes hier. De Velvet Matte Smoky Eyes Pencil en de Made to Stay Kohl Casual. Dus dat is zo'n koolpotloodje. En dan heb ik nog de Mousse Foundation. Ik vind het echt opvallend dat Catrice echt meer is gaan investeren in de verpakkingen. Het ziet er echt allemaal net wat luxer uit. Dit, oh, maar dat glas, echt mooi. 12 Hour Matte Mousse Make-up. Ja, dit is gewoon niet mijn kleur, dat weet ik nu al. Nummer 25 Light Beige. Maar goed, het ziet er ook mooi uit. En dan heb ik als laatste de All Round Cover Stick in Nude. En dit is een creamy concealer. Nou, dat is mijn unboxing van de nieuwe Essence & Catrice producten die nu ongeveer in de winkels zullen komen. Het kan iets langer duren, hoor. Het ligt echt een beetje aan het kruid wat filiaal of trekpijzer filiaal waar naartoe gaat. Ik hoop dat ik niet ongeïnteresseerd lijk of zo. Ik heb vandaag gewoon even zo'n dag, niet dat ik niet lekker in mijn vel zit of zo, maar gewoon dat ik even wat rustiger ben. Ik kan het niet echt uitleggen. En dan van binnen denk ik wel, oh leuk. En ik vind het ook wel echt leuk. Maar ik weet niet, ik voel me een beetje verdoofd of zo. Verder niks ergs aan de hand of zo. Waar niet iets zorgen gaat maken. Maar als je denkt van nou, ze is ook niet echt geïnteresseerd. Dat is absoluut niet zo. Ik ga echt lekker mee aan de slag. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ga ook zeker nog even in de winkel kijken. En de reviews gaan op werkmila.nl verschijnen. Dus dat was dat. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je snel weer. Tot de volgende keer. Doeg!